dingen. En deze video wordt zeker weten leuk, want ik heb echt iets super, super tofs gekregen van ditverzinnie.nl. Elk kind droomt er wel van, want als je op de kermis bent, wil je natuurlijk altijd, ja, ik wil het altijd dan, zo met zo'n grijpautomaat dingen grijpen. En hoe tof is dat nou als je dat gewoon in je eigen huis hebt? En ik heb het, en ik heb het gekregen van ditverzinnie. En het is dus een candy grabber. En deze is van Fairground Candy Grabber, fun for everyone. Beat the candy grabber. En die verpakking ziet er echt heel leuk uit. Dus ik ga hem openmaken. Ik ben echt helemaal in shock, want ik vind het zo tof. Dus laat hem openmaken. Ik ben echt zo benieuwd hoe die eruit ziet. Oh, er zitten nog wel plakbandjes tussen. Dus die maken we even open. Dat gaat nog best wel lastig. Dus dat is een goed teken als plakbandje lastig. Ook al is het een goed teken, want dat betekent dat hij goed verpakt zit. Dat vind ik tenminste. Ik pak hem even een schroevendraaier bij. Ja, dan heb je hem hoor. Ik ben zo benieuwd hoe het werkt, of het werkt. Oké, en dan zie je nog helemaal niks. Oké, daar gaan we. De gebruiksaanwijzing, altijd handig. Oké. En daar is die. Oh, ik vind het spannend. En hij komt er niet uit. Nog meer karton. Hé jongens, je raadt het nooit. Nog meer karton. Oké, dan. Oké, ik ga hem even. Hier zit niks meer in. Dit is een man. Wow, cool. Ik mis alleen nog de muntjes. Die vinden we vanzelf wel. Hij ziet er in ieder geval echt wel super leuk uit. Ik vind het een beetje al in de onrechte mij, maar in het een beetje in Amerikaanse stijl. Oké, jongens, dit is hem dan. Laten we hem open gaan maken. Oh, dit is zo'n lekkere geur. Het heeft echt een nieuwe geur. Kwijt. Oké, maar heb je nog wel zelf benodigdheden voor? En dat zijn 4 D-batterijen. Die zijn echt mega huge. Kijk. En je kan ze kopen bij de kruidvat. Dus als je ze niet kan vinden, bij de kruidvat. En een tas vol snoepjes. Die heb je ook zelf nodig, want die zitten er nog niet in, zoals jullie kunnen zien. Maar ik ga eerst de batterijen erin doen. En die moeten hier. Oh joh, hier zijn de muntjes en het zijn er 20. Ook leuk, dat zijn ook echt die dollartekens op. Echt super schattig. Oh joh, kijk, dit is het klepje waar je dan de muntjes weer uit kan pakken, zodat je ze her kan gebruiken. En heel alles zit er om en off knop op, dus als je er gek van wordt, kan je hem gewoon weer... Oh, je moet hem open draaien. Gelukkig heb ik een schroevendraaier. Kan je hem gewoon lekker uitzetten. Dat is hartstikke fijn. Anders wordt je helemaal gek als die hele dag aan is. En dat is zonde van de batterijen. Wow. Hij staat toch uit? Ja, niet dat hij een beetje aangaat of zo. Zo, als jullie zien, zit hij weer helemaal vol. Dus we gaan nu het bovenste klepje openen. Om het snoepjes te laden. Om dit plastic zakje er straks af te halen. En dat gaan we nu gelijk even doen. We gaan de snoepjes laden. Ik heb deze. Die. Die. Deze. En die. Oké. We gaan het gewoon openen. En verschillend in.
één gooit, niet dat je allemaal eentje boven doet. We doen eerst een handje van deze in. Een paar van deze erbij zo. Oké, jongens, dus zien jullie de hele grijpautomaat. En ik ben zo erg benieuwd. Ik ga hem even een close-up geven, zodat jullie het goed kunnen zien. Na dit potje, er staat ook 10 cent op. 50 cent en zo, dus dat is echt super schattig. En het dollarteken. Oké, ik ga hem aanzetten. En zoals jullie zien, hij is goed gevuld. En dan ga ik er maar een muntje in doen, hè. Ik vind het spannend. Jullie zien mij nu even niet, maar ik ga gewoon spelen en ga het laten zien hoe het werkt. Oeh, die kon ik hebben. Oké, mij lukte het niet, dus nu gaan. Wie gaat het proberen? Ik. En Sam. Ja, Sam is de vriend van Fabio. En mij lukt het niet, dus kijk of jullie het wel kunnen of het gewoon aan mij ligt. Oké, Fab gaat beginnen. Even serieus, hoe stom toevallig kan je het hebben? Ik zet heel even de camera uit, heel even, om te proberen. En jongens, kijk eens, ik ben de pro. Nu mag ik het even opeten. Sam is aan de beurt. Ja. Oké, go Sam. Let's go. Ik kan er niet bij. Wacht maar. Ja. Oké, Fabio. Kom op. Oh, you are so close. Oké, het is allemaal een keer gelukt. En Sam, hoe vind je het? Leuk. En jij? Leuk. Allemaal met een volle mond, maar krijg je ook echt dat kermisgevoel hier? Ja, een beetje erg. Wel met de muziek. Ja, met die muziek ook. Maar het is ook wel heel leuk. Je hoeft niet speciaal meer naar de kermis. Je betaalt één keer een bedrag.
En dan kan je gewoon heel de tijd fulltime spelen als je snoepjes hebt. Dus... Nee, het is gewoon een beetje echt. Het is gewoon leuk. Ja. En lekker. Ja, en lekker, ja. Jongens, wat vind ik ervan? En ik heb nog eigenlijk helemaal niet gezegd dat het ook een echt of slecht is, maar ik vind hem superleuk. De jongen vond hem superleuk. Ik geef hem een duimpje omhoog. En dat had ik echt, als ik dit gekregen had voor kerst. Oh, het is echt heel tof. En met Oud en Nieuws had het ook nog wel vaak gebruikt worden door de zusjes van Zoe en met Zoe en mij en Fabio. Dus super tof. Hij ziet er ook echt heel leuk uit. Het is lastig, maar de ene keer gaat het wel weer makkelijk. Maar als de stoepjes te zwaar zijn, wordt het nog moeilijker. Dus je kan zeg maar een moeilijkheidsgraad kiezen. Want als je hele lichte snoepjes hebt en kleine, dan is het weer heel makkelijk. De muntjes werken echt. Dit werkt perfect. Hij ziet er goed uit. Het ziet er echt uit. Dus ik geef hem echt een duimpje omhoog. En wil je deze nou ook hebben? Dat kan. Dus je kan hem bestellen op ditverzinnie.nl. Zit die onder in de beschrijving. En heel erg bedankt, ditverzinnie.nl. Ik ben er zo blij mee. Als het eerder had gehad, dan had hij echt heel de snoepwinkels leeg geweest. Want dan had ik alles al uitgespeeld en opgegeten. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei!